mooiste ontdekking, Mariette. Dat vind ik ontzettend aardig. Oh, prima, prima. Ja, kijk, Piet, dan blijf eens even staan. Jij hebt uit de verte 2 seizoenen lang hè, die tafel gezien. Mariette, vind je ook... 2 seizoenen lang gezien, ja. Maar 1 keer echt meegemaakt. En dat gaat nu gebeuren, Piet. We hebben hier 3 symbolen voor jou. Zit de miespoes er nog in? Alles zit er nog in, Piet. En wat we van jou willen horen, is wat er moet blijven en wat er weggaat. Als jij me nu zegt wat er moet blijven... Wat stuur je als eerste weg? Ja, wat stuur je als eerste weg, Piet? Ik zou even zeggen, een appel kun je eten, maar een peer wel. Ja? En deze is, vasthouden is moeilijker dan loslaten. En deze is, een riks is minder dan een dubbeltje, hoewel... Dus dit is allemaal heel duidelijk, Piet. Ja. He, jij kent dat uit de 1-2-3-show. Ik heb het nooit begrepen. Twee verliefde muizen. Ja. Vasthouden is moeilijker dan loslaten. Vasthouden is moeilijker dan loslaten. En wat, moet ik iets wegsturen? Je moet... Ja, zo ging dat als eerste wegsturen. Oh, als eerste? Nou, dan stuur ik de toeter als eerste weg. De toeter, weet zeker? En dit stuur je ook weg of dat? Want we willen weten wat blijft. Nou, ik denk dat ik dit hou. Je houdt dat? Ja. Piet, ja? Dan mis jij. Een riks is minder dan een dubbeltje. Hoewel, knijpen kun je horen, Piet. Nou moet je toch weten, wat heb jij weggestuurd, Piet? Kijk eens, jouw eigen regisseur van Goed Verstraat. Dag allemaal, welkom bij het avondprogramma van de KRO... dat tot ongeveer middernacht zal duren. Allereerst natuurlijk de Fabeltjeskrant. En dan om 6:55 gaan we naar de praktijk van dokter Baaier in De Dierenvriend. En vanavond krijgt hij ruzie met zijn buren. Om 8:30, 55 dagen in Peking. Een Amerikaanse speelfilm over de boksers die in China in opstand komen tegen de vreemdelingen die daar zijn. David Niven en Charlton Heston spelen daarin onder andere de hoofdrollen. Om 10:50 presenteert Aad van de Heuvel gedane zaken en om 11:50 besluiten we met punt komma. Maar nu eerst leest meneer De Uil het laatste nieuws voor uit de Fabeltjeskrant. Straks om 9:50 presenteert Aad van den Heuvel zijn nieuwe programma Hoofdpersoon. En wie dat vanavond is, dat blijft nog even een verrassing. Maar nu eerst de eerste aflevering van onze nieuwe 8-delige serie 100 jaar dokteren. Deze serie gaat over feiten en ontwikkelingen op het gebied van gynaecologie en verloskunde. En vanavond gaat het over hormonen. Aandacht wordt onder meer besteed aan het inwendig onderzoek, de menstruatie en de overgang. Het wordt gepresenteerd door Milou van Sprang samen met Wil van Nerven. Maar eerst nog even dit. Ach, mevrouw. Alsjeblieft. En wat kan ik verder voor u doen, mevrouw? Mij de kast geven, man. De kast? Voor de Hartstichting. Mevrouw, heel graag. Iemand liep die zo. Maar mag ik dat ook eens proberen? Ga de gang. Iemand liep die zo wie ik, bin op der Welt, ja, nee, ik heb nog meer verstand van collecteren. Geheim dat je deelt met de collectant van de Hartstichting. Tot ziens bij u thuis. Dat heb ik me net niet gerepeteerd zo. Ik leg het je uit, Mariette. Oh.
U bent weer terug bij de KRO en tot het journaal van 7 uur nog 2 programma's, inmiddels bekend op de maandag. Strakjes om 6 uur ons populair wetenschappelijk programma Zeker Weten. En het gaat vandaag over ruimte. Het wordt gepresenteerd door Nelleke Rademaker en Stefan Stasse. Maar we beginnen zoals iedere maandag om 17:15 met het Kinderkookcafé. En dat wordt gepresenteerd door Petra Schimmel. Mariette? Wie is Mariette? Stadhuis, rechts. Oh, Mariette. Maar wat leuk, Mariette. Mariette, kom even deze. Wat schattig is dat. Ja, ik ken... Ken jij Mariette? Ja. Ja, het is wel echt zo, maar ja, het was leuk. Ja, ik hoor net dat je er bent. Leuk dat jullie gekomen zijn hier in huis, hè? Ja. Maar het stadhuis, daar moeten we heen. En oh, ik kan je de weg bewijzen, want ik woon hier. Oh, je weet waar. Ja. Nou, dan gaan we toch achter jou aan. Ja. Dan hoeven we helemaal niet achter de muziek aan. Of toch misschien. Nou, ik weet het niet, hoor. Sinterklaas. Marietta. Blij dat u gekomen bent hier in huis. Ja, ben jij hier bekend? Mijn broer heeft de bruggen lopen gemaakt. Oh. Zag u dat? Oh, ja, wat fijn. Maar weet jij wat? Ze gaan alvast. Is dat huis natuurlijk? Ja, ik weet het niet. Mariette, loop je mee dan? Ja, nee. Zie je, ik zei het. Het was de broer. De hele familie Bruggeman, dat zijn de brugopeners van Heusden. Hele oude plaats. Ja, zie je wel, hè? Hele oude huizen. Met een hele oude straat. Oude keitjes. Ah, wel gevaarlijk, hoor. Al die winkeltjes. Maar misschien veranderen ze dat nog wel een keer. Even kijken. Dat is het postkantoor. En ja, hier hebben we de burgemeester weer. Dag, burgemeester. Met die ketting om, zie je wel. Met die flessen openen. Nou, broeder Piet, ik ben een hoge Piet. Huh? Maar je hebt toch een... Ik doe ook iets aan de pillen. En inderdaad, aan de gezondheid van Sinterklaas. Ja, dat is heel belangrijk in deze zielig koude dagen. Ja, maar ziet er goed uit, hoor. Ja, hij ziet er heel goed uit. Hij ziet er heel mooi uit. Ik wil even lekker een pilletje proberen. Kijk, want het is wel zo'n beetje zijn tijd. Als je even... Sinterklaas. Hij. Wat een welkom, hè, ons standje. Wat feestelijk is het. Wat feestelijk is dat. De burgemeester is er al. Ja, die weet hier de geheime routes natuurlijk. Dat is een wilde vlag, geloof ik, hè? Ja. De vaandel moet gegroet worden, hè? Ja. Van oude vlag. Ja, kijk hier, dan moet je groeten. Groeten. Ja, we waren gewoon wederom. Ja, dank u. We waren de verkeerde kant op gegaan. Nee, toch? Ja, maar gelukkig was Mariette. Oh, stond er aan de kant. Ja, pas u op. Mariette stond aan de kant. Ja, zelfs in loopgang. En die wist de weg. Ja, dat is fijn. Nou, dat is... Oh. Het is nog niet uit. Nee. Nou, jongens, jullie hebben prachtig gezongen. Buiten hebben de kinderen gezongen, hier binnen weer een extra verrassing. Het was prachtig en jullie zien er zo mooi uit. Mooie mijters en mutsen. Jij heet Carina. Jij, weet je hoe ik dat weet? Uit het boek en er staat ook nog op je mutsje, zie je wel. Ja, vind ik wel aan. Ja. Mag ik even... Prachtig. Mag ik u vragen het grote boek te tekenen, Sint-Nicolaas? Oh, daar ligt het. Ja, daar ligt het. Dan geef ik u eerst de gouden pen, Sint-Nicolaas. Ja. Ik staf even vasthouden. Ja. Oh, goed. Ik wou het boek even voor u openmaken, Sint-Nicolaas. Dat is een heel mooi boek, zoals u ziet. Ik heb ook zelf een heel mooi boek. Ja, maar niet zo mooi als dit, geloof ik, hoor. Nee, het zijn hele gewichtige mensen al geweest hier in Heusden. En die staan er allemaal in. Ik heb het gezien. Meneer Van Acht. Wie? Van Acht? Prinses Margriet. Prinses Margriet, ja, die ken ik. En een heleboel andere mensen binnen hebben een speciaal blad voor u gemaakt in het boek, Sint-Nicolaas. Dat staat. Even kijken, hoor. Kan u het toch zien zonder bril? Een schrijfpil, eerst Sinterklaas, een schrijfpil. Oh, nee, dokter. Pillenpiet, je maakt je veel te ongerust. Ik ben kras, hoor. Ja, even kijken. Krast u te danken? Ik bedoel, schrijft u te danken. Officiële ontvangst van Sint-Nicolaas in Nederland.
leiding van de NOS op zaterdag 3... Mag ik hier mijn naam nou zetten, burgemeester? Ja. Nou, daar gaat-ie, daar hoor. Is de plek voor het instrument. Oh, mooi. Nou, het is hier een bekende handtekening. Prachtig, vind ik. Ah, nou, daar zijn we trots op, hoor, hier in Heusden. Prachtig, prachtig. Mooi, hè? Nou, mag ik u als dank voor uw bezoek aan Heusden, Sint-Nicolaas, hier het welkom van de kinderen aanbieden. Het staat heel mooi gekalligrafeerd. Oeh, dat gedicht van u. Ja. Prachtig, dank u zeer, burgemeester. Ik hoop dat u nog heel lang bij ons kunt blijven. Ik hoop het. Het kan helaas niet hier, heb ik begrepen, want in Havenzicht wachten ook alweer een heleboel kinderen. Ja, we moeten nu vluchten naar die andere kinderen. Dus, erg bedankt voor uw komst. Hele fijne verjaardag in Nederland en graag tot ziens. Hartelijk dank voor uw goede zorgen, burgemeester. Graag gedaan, Sint-Nicolaas. Nu gaan we naar buiten. Ja, en dan is het nu tijd voor jullie, jongens en meisjes, want tot het journaal van 5:30 hebben we 3 inmiddels vertrouwde programma's. Strakjes om 4:45 de vrolijk rondspringende hond Boomer. En vandaag wordt hij tegen zijn zin als fotomodel voor hondenvoer gebruikt. Daarna om 5:10 hebben we 2 tekenfilms in het KRO's Tekenfilmfestival. Maar hier zijn eerst de Muppet Babies. Vanmiddag om 2:30 was onze speciale verslaggeefster Mariette Bruggeman, ook van de KRO, in Muiden bij een verkoper van scheepsartikelen. Zijn vrouw had ons geschreven over een wat tegenstrijdige wens van haar man. Laten we eens gaan kijken hoe dat ging vanmiddag. We zijn nu op weg om de overval te plegen bij meneer Fink. Mevrouw Fink heeft ons een brief geschreven namelijk. Waarin staat zijn laatste en zijn grootste wens eigenlijk ooit in zijn leven nog onder een parachute te mogen hangen. Nou, je zal zeggen van, nou dat lukt toch wel. Maar zijn allergrootste angst is namelijk vliegangst. Ja, nou dus, of dat lukt, dat weten we dus niet. Dat gaan we dus eigenlijk nu proberen. We zijn dus hier met de hele ploeg. Hij weet nergens van. Hij heeft namelijk een afspraak om 12:30 met iemand die een boot komt kopen. Nou, wij komen dus geen boot kopen, maar we hebben dus iets heel anders. Meneer Fink. Ja. Hallo, ik ben Mariette Bruggeman van de Henny Huisman Surprise Show. Hartstikke leuk. En ik wil u eigenlijk uitnodigen om met ons mee te gaan vanmiddag. Om onder een parachute te gaan hangen. Want dat wil u toch zo graag? Dat is de allerliefste wens. Dat is inderdaad mijn wens, ja. 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 En voelt u daarvoor? Want uw vrouw heeft namelijk een brief geschreven. Dat u heel graag dat nog een keer in uw leven zou willen doen. En het euvel is eigenlijk van... U heeft enorme vliegangst, maar ja, je moet natuurlijk in een vliegtuig om naar beneden te vallen. Ja, precies. Dat is het kloppende voor. Ja. Maar het lijkt me schitterend om aan zijn ding te hangen. Dus je gaat met ons mee? Ja, het lijkt me wel leuk. Heel goed. Nou, Henny, je hoort het. We komen eraan. We zullen kijken of het allemaal lukt. Tot straks. Oké. Okay. Nou, dat wordt nog een feest. Zo ging meneer Fink op weg naar Texel. Zo, wat een feest. Op Texel zijn inmiddels gearriveerd meneer Fink en mevrouw Bruggeman, want zo noem ik Mariette maar eventjes. En hoe zal het daar aflopen? Over naar Mariette en meneer Fink. Hallo. Hallo, Henny. Dag, lieverd. Nou, zoals je ziet, we zijn inmiddels dus op het paracentrum op Texel gearriveerd. Ja. En de overval kostte weinig moeite, hè. Het viel me ontzettend mee. Ik dacht, zeker mee, ja. Ja, hij stapt nooit in een vliegtuig, maar dat ging heel goed en... praatjes ook op de weg hier naartoe, maar gelang de middag vorderde, werd het steeds penibeler eigenlijk. Ja, hè? Het vliegen blijft het engste van dit gebeuren. En het hangen aan de parachute lijkt me wel leuk, maar het vliegen, dat vind ik eng. Ja, daar heb je geen moeite mee met het springen. Nee, dat lijkt me schitterend. Maar dit is ook helemaal niet moeilijk hoor. Het gaat echt vanzelf en het weer is zo schitterend geworden. Het kan gewoon niet missen. Ja. De ogen dicht. Dat zien we wel. Nou, meneer Fink, we zitten helemaal gepakt en gezakt, Henny. Ja, ik kan niet meer terugzien. Hij zit in de gesper en de gordels. Ja. Hé, hey, meneer Fink, ik wens u veel sterkte. Goede verzekering ook? Ja, zeker. Goed zo, dat hebben we blij om. Hey, nou, oké, Henny, we zien je straks weer, hè? Je de lucht in. Oké, dag Mariette, dag meneer Fink. Doei. Het allerbeste. We gaan voor de tweede keer over naar Texel. Op 12.000 voet zit meneer Fink. Maar aan zijn vrouw te zien, weet ik niet of zij nog wel zo blij is dat ze de brief geschreven heeft. Over naar meneer Fink.
Vince, mag ik nog wat even aan je vragen? Hoe voel je je nou, nu je hoog in de lucht? Nu dat je erin zit, valt het me eigenlijk wel een beetje mee. Het mooiste gaat nu nog komen zo meteen natuurlijk voor jou. Dat lijkt me echt het allermooiste. Straks hangen aan die parachute en eerst naar beneden vallen. Een vrij is een vogeltje, ik heet Vink, maar dan is een vrij is een vogeltje naar beneden vallen. Echt schitterend mooi lijkt me dat. Ben je vrouw nou dankbaar dat ze die brief geschreven heeft? Nou, ik was eerst een beetje van over, wat hebben ze nu weer met me gedaan? Maar nu vind ik het eigenlijk wel leuk, ja. Ik ben vrij stil geweest. Allemaal bang, eng. En je weet niet wat je over wie heen gaat komen. Ik vind het wel leuk dat ze dat gedaan heeft. Ik zeg 1, 2 en weg zijn we. Ja. Ja, je armen goed hier houden, je bekken naar voren en ontspannen. Je benen niet gespannen, lichtjes omhoog. Je weet nog wel, zoals je het uitgelegd hebt. En nog geen overgeplaced, Vink? Zie je het nog wel zitten? Ja. Heb je nou niet echt angst te pakken? Nee, helemaal niet. Nou, ik vind je dapper. Je hoeft je voor mij niet groot te houden, hoor. Ja, als ik het niet eens zou willen, zeg ik het ook wel. Dat weet ik zeker. Ja, dat weet ik. We zijn er bijna. Handen voor je borst. Kruisen. Loslaten. Breed pakken. Ja. Als je met die pak ze beet. Ja, maakt niet uit hoe. Oké? Ja. Naar binnen kijken. Alles gaat goed. Ja. Yeah. Hou je vast. Goeie vlucht. Alle beesten. En dan nu het vijfde deel van Terugkeer naar Brideshead. Charles Ryder is intussen een succesvol schilder geworden. Hoewel hij zijn eigen leven leidt in Parijs, komt hij steeds weer in aanraking met de bewoners van Brideshead.